Ze zien er misschien uit als een paar simpele scherven, maar archeoloog Twan hoopt dat de vondst een stukje Utrechtse geschiedenis kan vertellen. Hij vond de scherven in een kuil bij de Vaartse Rijn. En het was eigenlijk een ontzettende lelijke kuil die zichtbaar werd. Maar ik zag wel snel dat er scherven lagen. En daardoor konden we het op zijn plek laten. En al vrij snel bleek dat het hele bijzondere scherven waren met mooie voorstellingen. En uit de Art Nouveau-periode. De kuil is gevonden op de plek waar vroeger Tegelfabriek Holland zat. De scherven vormden ooit glazen, borden en ander servies. Enkele stukken zijn gemaakt door de beroemde architect Berlage. Het bijzondere aan deze vondst is dat het voorbeelden zijn. Voorbeeld aardewerk voor plateelschilders van Art Nouveau aardewerk. Wat tot nu toe nog niet bekend was van de plateelfabriek Holland. De gemeente is ook erg blij met de vondst. We staan in Utrecht op historische grond. En dat gaat echt terug tot de Romeinse tijd. Maar ook uit de meer moderne tijd, zoals dat heet, vinden we nu ook al hele mooie dingen. En die vertellen allemaal samen het verhaal van Utrecht. En daarom vinden we het zo van belang. En je ziet ook het enthousiasme hier, hoe de mensen met al die puzzelstukjes willen kijken, hoe zagen die ontwerpen er toen uit. De komende tijd gaan Twan en 40 vrijwilligers de scherven zoveel mogelijk in elkaar puzzelen. En hopelijk geeft dat antwoord op de vele vragen die er nu nog zijn over de vondst. We hopen op dat we meer informatie krijgen over het ontwerpproces. Er is bijvoorbeeld weinig bekend over de ontwerpers van dit aardewerk. En mogelijk ook modellen te vinden die tot nu toe onbekend waren.